Pauw Kladon, de nieuwe supersub van FC Groningen. Ja, begin het wel op te lijken zo, hè. Nou ja, lekker natuurlijk tegen de Graafschap dat je invalt en dat je dan die 1-0 maakt. En vandaag eigenlijk hetzelfde. Dus ja, als je op de bank zit, dan droom je natuurlijk van zoiets. En dat het nu 2 keer gebeurt, dat is heerlijk. Een specialiteit van je geworden op een moment, hè? Ja, nee, ze zeggen wel, scoren is een sketchup, hè. Dus nee, natuurlijk is wat ik zeg, dat hoop je als je in mag vallen dat jij maakt. En ja, het is heerlijk dat het nu 2 keer op rij gebeurt en dat je 2 keer 1-0 wint en belangrijk bent voor het team. Maar wat een slechte wedstrijd, hè? Ja, als je die ook weet te winnen, ben je wel een goede ploeg, hè? Nee, ja, de trainer gaf het ook al aan. Vorige week dinsdag tegen de Graafschap was het ook niet goed, vandaag ook niet. Soms is het daar moeilijk een verklaring voor te vinden. Die heb je er gewoon altijd tussen zitten. Maar dan is het wel lekker als je ze wel weet te winnen. Ja, de eerste helft waren jullie wel de betere ploeg, maar te weinig kansen creëren, denk ik. Ja, ik denk, ja, we waren wel beter. Alleen zonder echte kansen. En ja, dan ben ik wel iemand dat je erop zit te loeren van breng mij erin. En dan is het een hoopje dat je hem kan maken. En ja, dat is lekker dat het gebeurt natuurlijk. Opvallend is ook de opbouw bij FC Groningen. Die is heel matig, vind ik. Nou, ik denk ook dat het gewoon met vrijlopen te maken hebben. Dan maak je het die jongens ook makkelijker. En ja, uiteindelijk wat ik net ook zeg, die wedstrijden heb je er altijd bij zitten. Dat het soms wat moeilijker is. Soms is het moeilijk verklaring voor te zoeken. Alleen ja, wat ik net zeg, dan is het lekker als je ze wel weet te winnen. Na rust komt Excelsior beter uit de kleedkamer dan jullie. Zit je dan een beetje op de bank van, nou, wat gaat hier gebeuren? Ja, een beetje wel. Je denkt van, hij zal toch niet vallen, want we zitten in een hele goede serie natuurlijk en we doen volop mee. En ja, uiteindelijk valt hij gelukkig niet en ja, mag ik hem maken. Wat zei Danny Buijs tegen je toen je moest invallen? Dat ik samen met Kai voorop ging spelen en gewoon de boel afjagen en ja, gewoon mijn ding moest doen. En heb ik denk ik gedaan met een doelpunt. Dus ja, hij blijft aan vragen. Dus nee, dus ik ben blij voor mezelf en voor het team. Dus, Je weer ik zei even met de zeuren. Dus dan maak je het 1-0. Ja, lekker, hè? Lekker uit de draai. Ja, zeker. Ik draai weg en schiet hem in de verre hoek. Dus was een heerlijke goal. Eigenlijk kan de 2-0 ook nog gemaakt worden vlak voor tijd, hè? Ja, uiteindelijk kan die ook nog vallen. En ja, jammer genoeg viel die niet, want dan was die meteen op slot natuurlijk. Alleen uiteindelijk is het belangrijkste dat we winnen en dat hebben we gedaan. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Dankjewel.